Hey Joey, daar staan we dan. Ja, daar staan we. Kijk. Almelo. Daar is die weer. Welkom, ja. Welkom in Almelo, jongens. Op de nieuwe mat, hè? Op de nieuwe mat. Ja, oh, ja, is die splinternieuw? Hij is gloednieuw, ja. Gloednieuw. Een paar weekjes ligt hij erin, dus... Dus het kunstgras van jullie is beter dan van Excelsior, bijvoorbeeld? Nou, hij moet nog wel ingelopen worden, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dan ga je gang. Ja, loop hem maar even in dan. Hup, daar gaat hij. Even inlopen. Hij ligt er goed bij. Hij ligt er goed bij. Jawel. Het kan slechter. Goed. Nou, Excelsior, die komt hier naartoe. Nou, vertel het mij maar. Ja. Ja. Die hebben 3 punten uit 2 wedstrijden. Ja. En wij 4. Dus we hebben een lichte voorsprong. Ja. Nou. Maar, ja. Ja, maar. 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 Ik. Daar komt een maar, hè. Ik heb naar de grote maar. Komt er weer een bal aan? Ja, er komt ineens een bal aan hier. Ja, vertel door. Maar. Ja, ik vind... Ze hebben wel goede spelers, hè? Goede middenvelders. Wie? Excelsior? Ja, Fijk hebben ze. Ja. Kolwijk, Bruins. Goede spelers. Dus wat een mooi potje, denk ik. Oh. Wat een mooi potje. Dus ze maken zich licht zorgen dus in Almelo. Dat hoor ik al. Nou ja. Nou ja. Nou ja, we moeten ze niet onderschatten, toch? Nee. Nee. En dan hebben we die Stanley nog in de spits staan, ook daar bij dat Excelsior. Ja, die El Azouzi hebben ze ook nog. Ook nog een keer. Goede speler. Ja. Dus kijk. We maken de borst gewoon uit, hoor. Ja, nee. Ja, maar ja, goed, jullie hebben hier aan de andere kant, heb je hier thuis gewoon Ajax gewonnen. Dat is waar, ja. Hallo. Ja, ja, noteer maar, afvinken geblazen. 1965 voor het laatst. Hier? Heracles, ja. Kun je nagaan? Ik heb even in de boeken gekeken, maar... En let op hoe hij Heracles zegt, hè. Heracles, ja. Ja. Zie ik, ja. Ik heb het geleerd, hoor. Ja? Dat heeft even geduurd dat waarschijnlijk. Ja. Maar het is verplicht hier, hoor. Als je onder contract staat, dan is het verplicht. Ja, dan moet dan moet je, dan moet je. Dus zeg het nog één keer. Heracles. Kijk. Heracles Almelo. Heracles. Ja. Heracles. Ja. Oh. Dus... Goed. Nou ja. Heracles Excelsior wordt het dan, hè? Ja, dat is hem. Dat is hem. Dat is de uitspraak van de wedstrijd. Nou ja, moet je horen. Zo te horen, denk jij toch van het wordt een hele lastige wedstrijd. Nou, lastig. Ja. Het wordt gewoon... we zijn aan elkaar gewaagd, denk ik. Ja, dat bedoel ik. Ja, wordt je weet nog niet helemaal waar je staat, allebei. Nee, nee. Zij 3 punten, wij 4, dus dicht bij elkaar. Ja. Dus ja. En zij een leuke ploeg, denk ik zelf. Zij een leuke ploeg, vind ik dus, zeker. Dus, ja. Aan elkaar gewaagd, Harry. Aan elkaar gewaagd. Aan elkaar gewaagd. En hoe zie jij dat dan eindigen dan? Ja. Hoe zie je dat verloop dan van zo'n wedstrijd? Als wij hetzelfde opbrengen als de laatste 2 weken, dan ga ik toch voor een overwinning. Overwinning voor Heracles. Gaan we zeker. Ga ik het weer fout zeggen? Heracles. Heracles. Ja. Ja? Ja. En jij? Ja. Als ik vragen mag? Ja, nou, geen idee. Het zal zomaar gelijk kunnen worden. Kan ook. Stug Excelsior, gelijkspel. Ja. 1-1. Ja, weet je, thuis wil je het liefst winnen, hè? Ja, dat begrijp ik. Jij wil winnen, ja. Maar ja, het kan ook zomaar 1-1 worden. Ja, dat kan zeker. Ja, hè? Dat kan zeker. Ja. Daar hoop ik niet op, hoor. Als het geen 1-1 wordt, wat wordt het dan volgens jou? Daar komt ie. 2-0. Dat... Als het geen 1-1 wordt, hè? Goed. 2-0. Nou, zeg het helemaal dan met Heracles erbij en de uitslag, daar komt ie. Heracles Excelsior 2-0. Staat hij erop? Hij staat erop, okay, jongen. Mooi. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan.